Welkom allemaal. En ja, we zagen net al wat fameuze filmklassiekers, quotes. Want het thema van deze workshops is waarom we de klassiekers niet kunnen negeren. Ik vind het een fijne manier om met studenten een gesprek aan te gaan. En wat ik wil dat je even doet, is eventjes rustig ernaar kijkt. En voor jezelf afvraagt van, ja, klassiekers. Hè, we hebben er allemaal een gevoel bij. Welk gevoel hebben jullie bij een klassieker? Wat maakt voor jullie een klassieker? En als je daarover nadenkt, dan wil ik je ook vragen om daar meteen... Even kijken. Oh, dan moet ik mezelf even hebben. Een tekening. Tenminste, minimaal twee te omcirkelen die voor jou een klassieker maken. En ja, neem het even door en doe het dus op gevoel dat je zegt, dat is voor mij een, dat maakt voor mij iets klassiek. Je kan tekenen, je kan er plaatjes in verwerken. En ik kan ook live zien wie er op dit moment meedoen. Ik met de antwoorden. En dat ik op basis hiervan nu bij mezelf denk, wie zou ik hier even een vraag over willen stellen? En ik begin bij de eerste. En dan kan ik ook even dat scherm delen. Joyce, de jouwe. Jij hebt ook Game Changer. En ja, ook de doorstaande tand des tijds. Dat vind ik sowieso inherent aan het zijn van een klassieker natuurlijk. Anders ben je geen klassieker. Ja, ik heb Nelson Mandela en Mohammed Gandhi en Martin Luther King omcirkeld. Als mensen die natuurlijk voor gelijke mensenrechten en voor überhaupt mensenrechten gestreden hebben. En die zijn denk ik tot op de dag van vandaag nog ook voor heel veel mensen voorbeeld. En dan de Newton en de Einsteins en de Stephen Hawkins. Mensen die op wetenschappelijk gebied een verschil hebben gemaakt. En daardoor echt de hele geschiedenis zeg maar hebben veranderd. Ja, dat kun je toch ook een klassieker noemen. Dankjewel Karen of Joyce voor deze uiteenzetting voor inderdaad de klassiekers. Ik denk dat je mijn punt hebt gemaakt dat inderdaad het thema de klassiekers, dat je daar eigenlijk ook inderdaad altijd op kan terugvallen. En we gaan eigenlijk dat gevoel van wat we bij klassiekers hebben, gaan we toepassen op ons werk, onderwijs, educatie. En daar heb ik een volgend moodboard voor gemaakt. En dit is eigenlijk de kern van waar deze workshop vandaag over gaat. Wat heb ik gedaan? Ik heb 3 onderwijsklassiekers heb ik uit de kast gehaald. En ik ben nu eens even gaan kijken van, en wat zeggen die 3 nou? Marzano, Dylan William en Hattie, wellicht heb je er wel eens van gehoord. Het zijn niet per se de meest fancy boeken, maar ze worden wel veel aangehaald. En het zijn in die zin echt wel onderwijsklassiekers. En nou ja, het afgelopen jaar ben ik Blended gegaan. En ik heb veel Nearpod gebruikt en ik heb veel Flipgrid gebruikt. En waar ik achter kwam is dat ik eigenlijk steeds meer van die onderwijsprincipes die klassiekers zeggen, ja, steeds meer kon toepassen. Voorheen had ik daar veel moeite mee. Ik wist dat je bepaalde principes moest toepassen. Maar ik vond het ook verdomd lastig om dat in een les van 50 minuten te realiseren. Het was toch vaak een beetje hapsnap. En ik heb eigenlijk wel een beetje geleerd met digitale apps om dat wat gestructureler te doen en ook wat sneller. En nou ja, wat ik je ook wil vragen is nu eens naar die termen te kijken. En voor jezelf, want dat is het doel van deze workshop vandaag. Wow. Is dat we straks met ideeën naar huis gaan. Naar huis, en of straks ideeën met elkaar gaan uitwisselen. Hoe Blended ons onderwijs vorm kunnen geven. En daarmee bedoel ik dan vooral, hoe kun je bepaalde belangrijke principes, waarvan we weten dat ze goed zijn, hoe je die vorm kunt geven middels digitale apps. En daarbij wil ik zeggen, ik gebruik Flipgrid, Nearpod, maar
Canvas, Mentimeter. Ze zijn allemaal ontworpen om bepaalde principes toe te passen. Dus als je die principes straks beter kunt vatten, dan kun je ook kijken van en welke app werkt er dan voor mij. Dus het is niet zo dat ik zeg vandaag, je moet Nearpod gebruiken. Ik zeg alleen wel Nearpod of Flipgrid. Ik kan er in ieder geval veel van deze principes mee toepassen. Goed, dan leg ik even de eerste klassieker uit. En die is van Dylan William, van de drie, de minst bekende eigenlijk. Maar hij heeft wel een toonaangevend boek geschreven, wat heet Embedded Formative Assessment, waarin hij eigenlijk zegt, jongens, goed onderwijs, zorg er nou voor dat je formatieve toetsing op orde is. That's all that matters. En wat is formatieve toetsing dan? Hij zegt, je spreekt van formatieve toetsing wanneer je bewijs verzamelt over de prestaties van leerlingen, waarna docenten en studenten dit bewijs interpreteren, beslissen en beslissen over de volgende stappen in de instructie. En eigenlijk al die punten die jullie net zagen, die hebben al heel snel raakvlakken met deze definitie van, hey, bewijs verzamelen en dan reageren daarop. En daarmee vervult formatieve toetsing een brugfunctie tussen hoe wij lesgeven en hoe zij leren. De analogie wordt ook wel gebruikt van, je stapt in een vlieg. Je gaat gewoon. En dan krijg je later wel te horen of ze het hebben begrepen. Maar je hebt geen idee, want je bent gaan rennen en je hebt niet meer achterom gekeken. En je kijkt achterom en dan hoop je dat ze nog achter je staan. Maar ja, die garantie heb je niet. Een grote kans dat ze al halverwege zijn afgehaakt. En met formatieve toetsing kijk je iedere keer terug van, hey, ik heb iets gezegd. Hebben ze het opgevat? Hebben ze het opgepakt? Kan ik verder gaan? En dan zie je ook, als je rechtsonder kijkt naar die twee studenten, net wat je zegt, wat volgens mij Sanne net zei, dan vraag je wel of ze het hebben begrepen en dan zeggen ze, en dan zie je deze gezichten. En ja, is dat dan voldoende bewijs? En wat William zegt is, zorg er nou voor dat je bewijs verzamelt. En, verder. We gaan nu even een stukje naar hem luisteren. Een filmpje van 1,5 minuut. En tijdens dat filmpje worden ook 2 vragen gesteld. In het midden van het filmpje wordt een vraag gesteld waarin je mag reageren of je het eens of oneens bent met wat hij zegt. En aan het eind van het filmpje vraag ik om een assessment. Van, hey, hoe sta je eigenlijk in formatieve toetsing? Waar schaal je jezelf in? Well, I think that the secret is this. First, we know that assessment is the biggest lever for improving results in schools. But we also have to understand that when you're talking about classroom formative assessment, minute by minute and day by day, every teacher needs to find a way of embedding it into their practice. So every teacher will take this forward in a different way. So if I come to work with a district, what I do is present a number of techniques, typically 25 or 30 different techniques that a teacher might use. I'll present the research evidence behind those techniques, but then I'll say, which do you want to work with? Which 2 or 3 of these ideas will make a big difference in your classroom? And so getting people to understand that every teacher will take this work forward in a different way, because each teacher is at their best when they are their unique, idiosyncratic, quirky selves, that every teacher teaches with their personality. And that's why you can't have a one-size-fits-all model for PD. Now, you have to have some structure, because otherwise teachers will waste their time on things like learning styles and brain gym. And that's why the framework we've created around formative assessment, the 5 what we call key strategies of formative assessment, is so powerful. Because as long as you stick to those 5 key strategies of formative assessment, you will certainly be doing something that makes a difference to kids' learning. But how each teacher does it, how they embed that in their own classroom, that's up to them. So it's an interesting combination of top-down and bottom-up. The top-down bit is every teacher needs to be getting better. That's a non-negotiable. Not because they're not good enough, but because they can be even better. And they have to be focusing on something that'll make a difference to kids. But that's it for the top-down bit. After that, it's all bottom-up. Every teacher chooses what they want to work on as being something that they can think they can fit into their personal teaching style and really sustain as a way of making their teaching more responsive to their students' needs. En het is een
assessment, als je op het teamscherm kijkt, dan zien we dat voor die laatste 50% zegt ik beheers het redelijk. Ik pas regelmatig vormen van formatieve toetsing toe, waarmee ik het niveau van de student naga. Echter, bewustzijn met feedforward is iets wat ik nog niet bewust doe. Nou ja, Dylan William, wil je je onderwijs verbeteren? Focus hierop. Kijk hoe je die feedforward kunt geven nadat je formatief hebt getoetst. Het always pays off. Dat is wat hij zegt. En dan nog eventjes kort die andere vraag. Deze viel mij wel op. Hij zegt dus, joh, hou nou toch op met die onzin, met die leerstijl en laatste gymnastiek. Dat is de laatste mode. Over 3 maanden heeft niemand het daarmee over. Zorg nou gewoon voor dat je vasthoudt aan die basisprincipes. En niet telkens meeloopt met de laatste trends. Want die basisprincipes, dat is dit eigenlijk al. Weet je wel, leerstijl is gewoon in die zin dan. Nou nee, en over leerstijlen gesproken, als je ze behoort, hè, over leerstijlen, kinesthetisch, audiovisueel, et cetera, dan worden ze helemaal lijp altijd. Want dan zeggen ze echt, waar is het onderzoek? Waar staat dat het helpt? Waar staat dat het zin heeft? Focus eerder op die andere punten, gewoon goed formatief toetsen, et cetera. Doe dat eerst en als je dan nog tijd over hebt, ga dan een hersengymnastiek doen. Dat is wat zij zeggen. En die laatste vraag, hè, over dat zelfassessment, waar staan we nu? Nou, het is altijd een goede manier om ook met je studenten die keuze te geven. Van, hey, waar sta je nu? Zodat je weet, zodat de studenten inzicht krijgen in wat ze dan nog te doen hebben. Alright, laatste 10 seconden. Kijken of je er nog zoveel mogelijk kunt beantwoorden, kunt bekijken. Misschien dat je er soms helemaal niks van snapt, dat snap ik. Ik ga ze zo direct toelichten. En dan 3, 2, 1. Boom. Normaal gesproken zou je nu heel uitgebreid de antwoorden kunnen gaan bespreken. Maar daar kies ik nu even niet voor. Wat ik wel eventjes wil doen is even kort terugblikken. Niet allemaal te zeggen, maar even kort op het prikbord. Hoe heb je deze quiz ervaren? Wat is je opgevallen? Deel hier wat je kwijt wil over de quiz. Of overige opmerkingen die je wilt delen. Ik gebruik dit ook vaak als even een momentje van, hé jongens, zitten we nog op één lijn? Zijn er dingen die even gedeeld moeten worden? Ik kan het zien, hè, het prikbord, de namen, jullie niet. Kijk, nu wel, als je op de teamscherm kijkt. Als je dit scherm hebt, dan zie je dus dat, wat jullie zien, dat je geen namen ziet. Mocht er geen antwoord uitkomen, dan kan je dat ook een beetje manipuleren. Dus dan kan je, stel je voor, je stelt een inhoudelijke vraag. Dan kun je zelf ook wat hints geven naar het antwoord. En dan volgt de rest vaak, als dat nodig is. Prikborden gebruik ik vaak om inderdaad even met de klas voorkennis te activeren. Even na te gaan wat we al weten over het onderwerp. Of wat we hebben onthouden van de vorige les. Maar het is ook, je kan er ook denkvragen bij zetten. Ik had een vraag over rolmodellen. En nou ja, ze moesten een rolmodel bedenken. En ja, dat kan je dan op deze manier met elkaar delen. Je kan heel makkelijk via Nearpod en Google fotootjes vinden van dingen, personen. En je kan hier ook een beetje moral support aan elkaar geven. Met de nodige humor. Dus ik vind prikborden altijd geschikt om eventjes de boel weer op één lijn te krijgen, zeker online. Maar ik denk ook dat je dit goed in een klas kan doen. Want daarmee zorg je ervoor dat iedereen aan bod komt. Hè? Als je dit niet zou hebben, dan zijn het vaak de actievere studenten die altijd al hun woordje krijgen. En door met een prikbord te werken, geef je iedereen de kans om zijn input te geven. En als je dat dan ziet, dan kan je die persoon ook eventjes de aandacht geven die hij anders niet zou durven opeisen. Oh ja. Eventjes, dit beeld. Je ziet onderin, zie je ook een aanknop. Hè? Dus dat je hem aan kan zetten met audiofragment. Met Nearpod kan je ook zowel synchroon als non-synchroon kun je werken. En ja, dan hoef je alleen, als je dan van tevoren een dia inspreekt, dan kun je ze op eigen tijd begeleiden. En kan je zeggen, goh, kijk nou eens
naar wat. Ja, nou ja. En hier is dus wat ik heb gezegd. En nu kan je hier even naar kijken. En dan kan je zeggen, nou klopt dat? Zien we hier de successen? Kunnen we, wat kun je hiermee? Wat ik hiermee heb gedaan was destijds, ze moesten een mindmap maken. Maar dat ging best wel lastig. Het kwam er niet echt uit. Maar dit waren eigenlijk mijn eerste 4 succesvoorbeelden. Dit waren de eerste 4 waarvan ik denk, hey, eindelijk. Dit zijn de pioniers. Die hebben het begrepen. En als ik dat nu zichtbaar maak voor hun klasgenoten, dan krijgen zij ook het gevoel van, oh, dus dit is wat ze bedoelen. En dan kan het vaak snel gaan. Want als die studenten weten wat ze moeten doen, en ook het idee hebben dat ze het kunnen doen, dan zullen ze het ook meestal wel doen. Is de theorie, zou ik maar zeggen. Dat is eigenlijk dan gewoon ook, basically, de term self-efficacy, geloof in eigen kunnen. En daar zijn succesvoorbeelden gewoon heel belangrijk bij. Gaan we verder. Ja, komt er een andere, deze. Studenten die zichzelf een cijfer geven om daar vervolgens het gesprek over aan te gaan en nieuwe leerdoelen te stellen. Ik heb ontdekt, ik heb ook gelezen dat een handige manier is en ik ben het gaan toepassen en het is een handige manier. Want, nou ja, als je even kijkt, de IPTSM die geeft zichzelf een 6. Ik moet meer blijven oefenen en daar tijd aan besteden. Oké, IPTSM, een 6, heel goed. Wat moet je dan meer oefenen? Hoeveel tijd moet je daar aan besteden? En wat heb je nou nodig? Wat moet je doen om een 6,5 te maken? Nog niet een 8, maar kleine stapjes. Vanuit een cijfer kunnen studenten heel goed reflecteren op welke stap heb ik verder te zetten. En het is een kleine moeite. Het is een kleine moeite eigenlijk om zo'n interventie te doen. Maar de effecten zijn dus enorm. En dan komen we uit bij de tweede klassieker. En dit is die van John Hattie. En nou, wat heeft John Hattie gedaan? Die heeft een boek geschreven. En als je dat hebt gelezen, dan kan je iedere onderwijsdiscussie kan je altijd bij wijze van spreken heel flauw winnen. Door gewoon te zeggen van, Hattie zou dat niet goedkeuren. Want het staat niet in zijn top van effectieve interventies. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft 1400 meta-analyses, echt 80.000 studies en 300 miljoen studenten in een blender gestopt. En die heeft hij eigenlijk gekeken van, en wat werkt er nu eigenlijk? Wat zegt wetenschappelijk onderzoek dat werkt in een klaslokaal, voor op een school? En hij heeft, als je aan de rechterkant kijkt, dan zie je dus al die interventies, al die dingen die je kan doen als school. En je ziet onderin, zie je het rood. Hè? Dan zie je daar het rood hier zo, als ik naar mijn muis kijk. En dat zijn eigenlijk de dingen die, als je die doet, dan gaat het leerrendement van studenten achteruit. En dat zijn er dan, als je naar het hele geheel kijkt, maar heel weinig. En wat Hattie dan eigenlijk ook zegt, is van je moet eigenlijk wel je best doen, wil je niet effectief zijn. En daar komt hij bij het volgende punt. En daarom, waarin hij zegt, onderwijshervormingen zijn lastig, omdat deze hele range, al die factoren, ja, die allemaal doen, dat helpt al. Dat maakt al dat leerlingen enigszins vooruitgang boeken. Dat kan iedereen, zegt hij eigenlijk. Hij doet daar een beetje, hè, zo van, hij zegt, dat kan iedereen. Maar een goede docent, ja, wat doet een goede docent? Die zit in die top. Die besteedt zijn tijd gewoon aan deze dingen hierboven. Omdat dat, want daarvan zegt hij, dat is gewoon bewezen effectief. De rest zijn trends, de rest zijn. Wat hij zegt is ook, alles is belangrijk. Alles. Alleen, dit zijn de belangrijkste dingen. Dus waar liggen je prioriteiten? En als je dan naar het geheel kijkt, dan zegt die self-reported grades, hier zo, die staat echt in de top van al die dingen die je kan doen om het leerrendement te verhogen. Hè? Influence self-reported grades, the practice by which students assess the quality of their own work on their level of mastery over a given subject domain. Effect size 1.33. Ik zal niet ingaan op precies die effect size en dergelijke. Waar het voor staat is dat het een heel hoog effect heeft op het leerrendement. En daar wil ik ook Hattie even over aan het woord laten. En ook daar stel ik een vraag bij. So what's the role of self-assessment in terms of deep learning skills? Wouldn't it be great
if the students were able to become their own teachers? Isn't that surely the aim of lifelong learning and 21st century skills and metacognition and all the other fancy words we use? And so one of our tasks as we go through is to help the students pick up the skills of being their own teacher, knowing what to do when they don't know what to do, knowing when they're making a mistake, having a sense of understanding their own assessment. And this is where self-assessment comes in. And we take a very strong line that one of our fundamental roles in schools is to teach students to be assessment capable, to know how to interpret the tests. Like if I gave you a test back and you got 43 out of 60, I want to know, do you understand what that means? Do you understand where to go next? Now, unfortunately, most students think 43 out of 60, it's more than half, that's it. That's not very rich information. That's not helping much at all. There is hardly any where to next there. And so how do teachers help students get better at drilling down and understanding what they know, what they don't know, what success looks like, when's good enough, when's it okay to stop learning more and start relating it? And so the more you can do that in terms of self-assessment, the better. Here's the irony. Five-year-olds are usually pretty good at that. By age 8, they've learned to be compliant. They've learned that it's the teacher's job. They've learned that their job is to come to school and watch the teacher work. So how can we reverse that equation and get our students to be much more adept at doing their own learning? And so great classes ask the students to do a lot of self-assessment. They're actually quite good at it. As long as you focus on the learning, as long as you can focus on that difference between the surface and the deep, you're in really good shape. And some kids, some of our best students are our best students because they are very good at assessing their own learning. All right. Ik zie dat jullie wat cijfers geven, heel goed. En maak nog even af, maar ik ga wel eventjes een paar vragen stellen. Sanne, een 6,5. Ik doe het al wel. Ik doe het voornamelijk aan het einde van de periode. En ik doe het ook zo nu en dan in de les, maar ik doe dat niet... Ik doe dat altijd aan het einde van de les en dan vraag ik inderdaad, wat heb je geleerd? Wat zou je nog meer willen? Wat miste je vandaag? Maar uiteindelijk wat ik daar dan mee doe, dat loopt nog een beetje vast eigenlijk. Als in, ik heb dan de informatie, maar dan ga ik er niet verder mee aan de gang. Ja. Daar zou ik wat meer in willen doen. Ja, daar moet je gewoon meer vaardigheid in. Dat moet je vaker doen en dan kom je steeds een stapje verder. Ja, echt het monitoren ook van oké, weet je, want nu leg ik het, dan blijft het een beetje liggen. Ja, nou ja, je moet hun het laten monitoren. Dus wat ik denk dat het handig is, dat zij een lijn, dat ze iedere week terug kunnen kijken op de cijfers die ze de afgelopen week gegeven hebben aan zichzelf. Ja, dat is een goede inderdaad. Daar het gesprek over aangaan, oké. Je bent van een 6 naar een 5 gegaan, wat is er gebeurd? Ja. Eventjes als voorbeeld een cijfer geven. Het geeft altijd, jezelf een cijfer geven. Het geeft ook altijd voer voor gesprek. En je dwingt studenten ermee om te reflecteren. En dat is eigenlijk dus een hele kostenefficiënte maatregel met veel effect. That's basically what he says. Ik zet hem even aan hier zo. Wat ik dus wil dat je zo direct doet, terwijl je daarnaar luistert, is dus dat je kijkt naar deze. En terwijl je dus luistert naar het audiofragment, een soort bingo van hoor je ze langskomen. Zie je hier dat ze een van deze, zie je hier dat de studenten met een van deze activiteiten bezig zijn. En dat doe ik dus door hem nu aan te zetten. En dan luisteren we dus weer 6 minuten. We nemen echt even de tijd ervoor. Zodat je ook, wanneer je straks zelf een Flipgrid idee kan ontwikkelen, dat je de nodige inspiratie hebt. Ik ben persoonlijk heel tevreden met mijn eigen som. Ik vond dat ik hem uitdagend genoeg heb gemaakt. Ik zou de volgende keer zeker weer dezelfde som gebruiken, aangezien hij niet te lastig was, maar wel lastig genoeg en dat je even goed moest lezen. Ik vond het een leuke manier om te zien hoe verschillende mensen de sommen oplossen. Dus je kon verschillende manieren van oplossen zien. En het viel me ook op dat elke som zeg maar, net wat anders was. Dus dat is ook interessant. Mijn som is op 3 verschillende manieren gemaakt. De manier van Jasmina kwam mij het beste voor. En het is eigenlijk ook een manier die ik zelf wel zou gebruiken.
Ik vond het een goed jaar en ben zeker tevreden met mijn progressie dit jaar. Ik zou mezelf een 8,8 geven en dat komt omdat ik veel dingen wel al wist. Maar ik heb ook nieuwe manieren van oplossen geleerd. Er zijn nog wel dingen die ik wat moeilijker vind dan de ander. Dus mijn plan voor volgend jaar is zeker doorgaan met wat ik aan het doen ben. Maar ook een beetje inzet tonen bij de onderwerpen die ik wel moeilijk vind. Dit was mijn flipgrid. Doeg! Hallo allemaal. Nou, ik ben erg tevreden over mijn eigen sommen. Voor dit was mij wel echt goed te doen. Ik had er 2, waarvan eentje slecht was, want die som was veel te makkelijk. Dus ik heb een nieuwe gemaakt die iets moeilijker was. Het was zelf wel leuk om de sommen van mijn klasgenoten te beantwoorden, want ja, ik leerde veel meer dingen erdoor. En welke het meest bekend voorkwam was die van Sigourney, want die was leuk, die was makkelijk. En ik heb zeker geen nieuwe manieren geleerd, want ik vind dat hun dezelfde ik vind dat ze het gewoon hetzelfde uitrekenen als ik. Ik geef mezelf een 6,5, want ik vond het dit jaar wel goed gaan. Ja, ik heb in de tweede middelbare als laatste rekenen gehad, dus ik heb er erg veel last van. En ik vond het erg moeilijk, maar ik leer steeds meer door meneer. En mijn klasgenoten leggen ook super goed uit als ik hun nodig heb. Dus ja, ik vind dat ik sowieso volgend jaar een hoger cijfer kan scoren. En ik zou dan denken aan een 7,5. Dat is al een progressie voor mij. En ja. Nou, ik ga mijn slot flipgrip opnemen. Ik ben tevreden met de vraag die ik heb gesteld. Want ik begreep eigenlijk nooit. Of ja, er werd me altijd wel gewoon verteld van, hey, je mag niet opbij staan als er een rutfoto wordt gemaakt. En dat je dan de camera uit moet. Nu weet ik waarom. Ik ben ook tevreden met de reacties van beide studenten. Ze waren niet hetzelfde, maar ze kwamen wel op hetzelfde neer. Ik begreep het ook direct, omdat het zeg maar het is zeg maar makkelijk verwoord. Dus het was voor mij heel makkelijk om te begrijpen. En nu snap ik ook waarom je er niet bij mag staan. Ik vond het eigenlijk best wel lastig om zelf antwoord te geven, omdat ik... je bent niet echt zeker van je zaken. Je hebt wel natuurlijk een x-aantal dingen gehoord, maar je bent niet echt zeker van je zaken. Dat het ook echt daadwerkelijk klopt wat je zegt. En dan vertel je het eigenlijk aan een medestudent. En ik met 100% zekerheid. Nu weet ik eigenlijk hoe en wat over de röntgenfoto's. Dus dit heeft mij zeker beter geholpen. En dit raad ik ook zeker beter aan. Nou, dit was hem. Dankjewel voor het luisteren. En zo zie je dus in die zin, want het punt wat ik wil maken is uiteraard, dat met Flipgrid kun je heel goed inzetten voor al deze belangrijke principes. Als je de juiste opdracht hebt en als je enigszins de vaardigheid hebt, dat duurt altijd wel eventjes, maar geef jezelf daar ook de tijd in. Hè. De eerste keer dat ik een Flipgrid deed, duurde het me 2,5 week voordat de eerste student de brug overging, zou ik maar zeggen, voordat die eindelijk... het aandurfde om hem gewoon te plaatsen. En als er één schaap over de dam is, volgen de rest. En dan, die moet je dan ook wel inderdaad etaleren. Als één iemand als eerste gaat, moedig het meteen aan. Het zal de rest, en de rest zal volgen. Goed, dan gaan we even heel kort, hier doen we een half minuutje over, kijk er eventjes naar. Dit is een rekenopdracht die ik heb... die ik heb gemaakt. En het is een beetje een spelletje. Je moet koppeltjes maken. Hij kwam daar straks terug. En nou ja, dit kan je ook inzetten als voorkennis activeren. Oefenen met nieuwe leerstof. Kijk, oude bedrag keer 0,8 is 0,8. Nou, dat is dan 20% korting. Yes, die passen bij elkaar. Min 5%. Welke som moet ik dan doen? Dat is 0,95. Yes, alright. Oude bedrag keer 0,2, ja, dat is niet, ja, 80% korting, et cetera. Nou, zo kun je studenten op deze manier, zeker voor rekenen, weer eventjes aanzetten. En het kan zijn om voorkennis te activeren, maar ook om te oefenen met nieuwe leerstof. En dat doe je dus een beetje op een speelse manier. Want dan kom ik uit bij de laatste 3 van de 3 klassiekers. En nou ja, kijk eventjes goed naar dit plaatje wellicht. Ik vond hem leuk om te maken. Marzano, de kunst en wetenschap van het lesgeven. Het leuke aan dat boek is in die zin, kijk, de wetenschap die accepteren we allemaal wel als soort van logisch. Hè? Daar hebben we ook veel oog voor, veel focus op. Maar die kunst die zegt, weet je wel, daar
daar heb je als docent ook wat mee te doen. Je kan niet een goede les uit een wetenschappelijk artikel halen. Dat bestaat niet. Je zal als docent daar je eigen jeu in moeten doen. En wat hij onder andere ook zegt is, wat goed werkt, dat zijn in die zin spellen. Spelletjes, vrijblijvende competitie. En nou ja, even refereren aan het begin van deze workshop waarin we zeiden, wat zijn nou kenmerken van klassiekers? En dat is dat ze ook je leert ook de nieuwe trends op waarde schatten. Ik zit bij het Mediapractoraat en hadden we laatst een hele leuke workshop over gamification. Mooie term. En nou ja, het leek net, hè, misschien heeft dat met mij te maken, maar gamification, Engelse term, alsof het iets nieuws is. Maar goed, af 2 maanden geleden kwam ik op een filmpje waarin ze zeiden van ga nou eens de klassiekers lezen. En toen heb ik onder andere het boek Homo Ludens gelezen van Johan Huizinga, een van de grootste cultuurhistorici van Nederland. En die heeft een boek geschreven over de rol van spel in de mensheid, zou ik maar zeggen. Waarbij hij zegt, het is onze natuurlijke behoefte aan spelvormen, dat schept onze cultuur. Niet andersom. Het is niet dat we cultuur hebben en dat we vanuit de cultuur spelletjes gaan bedenken. Nee, het is meer dat we echt, ja, van nature zijn we eigenlijk geneigd tot het spel. En dat vormt onze cultuur. En nou ja, als dan iemand komt met gamification en die zegt, ja jongen, dat is de laatste trend, je moet games inzetten. Dan denk ik, ja, dat weten we al. Hè? Dat. Johan Huizinga zei dat al. En in de kunst en wetenschap van het lesgeven staat het ook heel duidelijk. Gamification, spellen, spelvormen waarbij lichte competitie is, is een hele goede manier om leerrendement bij studenten te krijgen. En nou, om eventjes in te komen in wat spel. Oh nee, ja, we luisteren even een stukje naar Marzano, die daar zelf wat over zegt. En daar hoort ook weer een vraag bij die jullie aan het einde mogen beantwoorden. Ik geef jullie even de tijd om die rustig te beluisteren. Hop, continue. Within this approach, we emphasize the use of games. We have a number of steps we ask teachers to take. The games are used for 2 purposes. The main one, actually, is a review of the terms. Here's what we know. Multiple exposures to terms, you know, is one of, to any new term, any new vocabulary word, is something that's really important to understanding the term. You hear it once, think you understand it, you write it down, you know, but if you don't use that, if you don't loop through it a number of times, now hopefully the terms that teachers are teaching are terms that will naturally come up. Once you have words in semantic clusters, it's really easy to generate a lot of games because there's a lot of comparison things you can do. Kids love it. They really do. Nou, er is 1 spel wat heel erg eenduidig is en dat is het memory-spel. Die noemen we allemaal. Annie die zegt, ik werkte graag met fotokaarten en liet studenten daarmee een vraag beantwoorden. Ook inderdaad, mooi spel. Wat galgje. Zeker als je met een goed woord, een goede term, daar galgje mee spelen met. Prima manier om met studenten een woord in het lange termijn geheugen te manoeuvreren. En in die zin ga ik jullie op je wenken bedienen, want waar beginnen we nu mee? We beginnen eventjes met een kort memory spelletje. En nou ja, onder het mom van vrijblijvende competitie daag ik jullie uit om als eerste de memory test te hebben volbracht. En voilà, klaar. Ik had er 16 moves voor nodig. Nou, eventjes, ik zal hier verder niet op. Ik kan ook niet trouwens zien hoe snel jullie dit maken, valt me op. Ik gebruik niet zo vaak memory, ik heb hem voor deze erin gezet. Een volgende als spelvorm. En ik ga door, ik weet niet of je al klaar was. Maar dat is ja, eigenlijk de kern van Marzano's verhaal. En wat ik jullie wil vragen is, kunnen jullie zijn kern, kunnen jullie daar de ontbrekende woorden in invullen? Zodat we ook hier misschien wat beter realiseren van wat zegt hij nou eigenlijk? Wat is nou de kern van wat hij zegt? En hier kan ik wel meekijken hoe dat verloopt. Neem er even je tijd voor.
Alright. Dus wellicht zijn we nog niet klaar, maar het idee is helder. Je kan dit ook gebruiken, hè, om te oefenen met nieuwe termen. Je kunt ze in een bepaalde context zetten. En ik denk dat dit een goede manier... Ja, ik als docent kan hier in ieder geval mee spelen. Ja, dan zijn we eigenlijk door de stof heen. En jullie worden ook bedankt voor jullie deelname. Dankjewel. Een hele zit. Maar bij deze sluit ik af. Dank jullie wel.